ben Klaas Joustra, woon hier in Buitenpost. Ik heb hier een melkveebedrijf samen met mijn vrouw. We hebben 3 kinderen, 1 zoon en 2 dochters. Wij melken hier 135 melkkoeien ongeveer, 100 stuk jongvee. We hebben 65 hectare grasland en 12 hectare maisland. Ik heb gekozen voor automatisering, omdat ik hoofdzakelijk het werk hier alleen doe. We melken dus nu 135 koeien. Daarnaast wil ik graag flexibel blijven in mijn werktijden en ook nog een stukje arbeidsverlichting. Ik heb gekozen voor automatisch voeren om een stuk arbeidsgemak, goede loop op de robot door meerdere keren per dag te voeren en omdat ik goed rantsoen ervoor te krijgen. Goed gemaakt. Ik wil bereiken met meer lopen op de robot om de robots efficiënter vol te kunnen zetten. Een beetje het maximale eruit halen. Vooral ook in de avonden dat hij ook voert en 's nachts om dan de loper ook op te houden. Ik wil graag meer lopen op de robot omdat je een beetje flexibel bent. Als je een keer een dag niet op bedrijf bent, gaat het ook door. 's nachts voert hij ook, daardoor worden de robots goed benut. Ja, ik heb gekozen voor het Optimat systeem van DeLaval, omdat het een eenvoudig systeem is. Het past bij mijn bedrijfsvoering. Het is simpel en wel doeltreffend. Hij maakt een goed rantsoen. Ik heb gekozen voor de stationaire menger, omdat die machine een goed rantsoen mengt. Dit past bij mijn bedrijfsvoering. Ik heb de melkkoeien in 1 groep. En ik heb een groep voor droge koeien. Deze voer ik 's morgens eerst even en daarna zet ik hem vol voor de melkkoeien en dan red hij hem. Ja, we hebben afgelopen winter de stal vervangen. De oude stal is afgebroken, van 50 jaar oud. Dan hadden we vanaf 2008 al ook het Optimat systeem in van DeLaval. Dat beviel prima. En nu hebben we de oude mixer weer gebruikt, want die kon nog jaren mee. Ik heb gekozen voor de OptiWagon omdat ik door dit systeem geen rail meer hoef in de stal. Hierdoor blijft het mooi overzichtelijk en is het vrij simpel en ben je heel flexibel in routes. Wat mij goed bevalt aan de OptiWagon systeem is hij is heel betrouwbaar. Hij rijdt over de inductielijn, daardoor is hij nooit zijn route kwijt. Hij heeft een hoge capaciteit. Hij doseert heel netjes uit en weinig storingen tot nu toe. Ja, we draaien nu een 10 maand met de Optimat als pilot. De wagen is boven verwachting goed bevallen tot nu toe. We hebben er nog niet echt veel gedoe mee gehad, alleen wat aanpassingen en wat softwarematig. Ik ben Frans Bos van de DeLaval uit Leeuwarden. We zijn hier aanwezig op het bedrijf van familie Joustra, al jaren dag klant bij ons. Bij familie Joustra werken we met 1 rantsoen, 1 groep koeien, wordt gemaakt door middel van een lasagnekuil. 1 keer per dag wordt de vaste stationaire menger wat gevuld en ook kan hij het jongvee en de melkkoeien een apart rantsoen voeren. De OptiWagon past heel goed in ons assortiment. De distributiewagen is flexibel, goed wendbaar en door middel van zijn sensoren kan hij heel gelijkmatig uitverdelen. Ook past het erg goed bij robotbedrijven. Doordat er niet 1 keer per dag gevoerd wordt, maar wel 8 tot 9 keer per dag gevoerd wordt, komt er vers voer aan het stek, komen de koeien vaker naar het voerhek, wat ook zorgt voor meer loop in de stal, meer activiteit in de stal, een hogere voeropname en daardoor ook een betere melkproductie.